Hartstikke goed, je hebt talent, joh. Ja. Je moet op een club gaan. Kom op, jongens. We gaan. Vandaag gaan we 50 jaar terug in de tijd en duik ik in het voetbal van Ede en Wageningen. En dit hier waren de toppers van de voetbalvereniging uit Ede uit 1966. En dit jochie hier werd later profvoetballer. Wat is er van deze jongens op die prachtige zwart-wit foto terechtgekomen? Nou, Joop die heeft echt moeite met stilzitten. Die bouwt tegenwoordig modelvliegtuigen en poppenhuizen. Ton is stadionspeaker en die gaat straks wat mooie verhalen uit de oude doos vertellen. En Kees is al 40 jaar ambtenaar in de gemeente Veenendaal en heeft daar mooie dingen gerealiseerd. Mijn hoofdgast is Gerdo Hazelhekken. En dit deed hij in zijn profcarrière 187 keer. Zo, die zat er best goed in, dan zeg ik het zelf. Hij speelde voor NEC, De Graafschap en Wageningen onder andere. Een echte Gelderlander dus. En in de jaren 70 was hij een echte doelpuntenmachine. We gaan gewoon nog een keer. Hoppa! Gaat lekker. Hij was snel, behendigd en hij had zijn lengte mee. Toen die tijd al. Dus dat was ook al een voordeel voor hem. Veel scoren. Hij maakt altijd zijn doelpuntjes. Dus ja, en voor de rest, een bewegende spits. Dus niet aannemen en draaien, maar gewoon gaan. Dus, en dan op snelheid proberen dus doelpunten te maken. Als enig kind, zo weet je het wel, een beetje verwend. Over die lakschoentjes hoef ik het niet te hebben, daar zullen we het wel over gehad hebben, denk ik. Was lachen. Sociale jongen. Alleen als je op het veld was en in het veld, dan was het echt een killer. Technisch begaafd, scoorde veel. Het kwam natuurlijk ook dat er een goed team om hem heen was. Hij was iemand die altijd aanspeelbaar was. Je kon altijd de bal kwijt bij hem. Hij was een technische voetballer. Ja, dat was hij wel. Gerdo Hazelhekken wordt in 1950 in Utrecht geboren en groeit op in Ede. Op zijn vijfde wordt hij aangemeld bij voetbalvereniging Ede, waar Gerdo tot zijn 19e zal spelen, waarvan de laatste 3 jaar in het eerste. In 100 wedstrijden scoort hij 105 keer en maakt dan de overstap naar NEC. Maar daar wordt hij al na 1 jaar weggestuurd, omdat trainer Wiel Curver hem niet serieus genoeg vindt. Zijn volgende club is FC Wageningen, waar hij 7 seizoenen zal spelen. Hazelhekken ontwikkelt zich daar onder trainer Frits Korbach als een ware doelpuntenmachine. Kijk wat Hazelhekken gaat doen, een puntentje is waarschijnlijk nog een goal ook. Ja, nou, helemaal tegen de verhouding in. Komt Wageningen op 1-0 voorsprong dankzij Hazelhekken. Tussendoor speelt hij nog 3 jaar bij de Graafschap, samen met Guus Hiddink. Na 12 seizoenen profvoetbal staat de score op 187 goals, waarmee hij in de top 15 van het lijstje meest scorende spitsen in het betaald voetbal terechtkomt. Tijdens zijn laatste seizoen bij de Go Ahead Eagles krijgt Gerdo last van een zware enkel- en achillespeesblessure en besluit te stoppen. Tijdens zijn voetbalcarrière runt Hazelhekken al een aantal sportzaken en inmiddels is hij golfleraar. Ja, Gerdo, dit is jouw oude clubpie. Nou ja, je bent hier niet begonnen, want inmiddels is de club gefuseerd en heet het nu VV Ede Victoria. Maar dit is het team uit 1965-66 waar we je straks weer mee gaan samenbrengen. Wauw. Wat voor herinneringen komen er naar boven als je hier naar kijkt? Heel warm. Ja? Ja. Het zijn natuurlijk de... Leuk om te zien. De oudste emoties van een team waar je dan leuke resultaten mee behaald hebt. Hier kwam de eerste, als ik het mag zeggen, bewustwording eigenlijk van dat we toch... Dit team was eigenlijk best heel erg goed. En als ik de jongens ook weer bekijk... het was heel bijzonder allemaal. Mijn ouders hadden geen auto. En die reden dan altijd met ouders van anderen mee. En het was één hecht gezelschap.
We gaan ze straks allemaal weer zien. Ja. Je hebt later in betaalde voetbal heel veel gescoord. En dat deed je hier ook al in het eerste, volgens mij een keer in 100 wedstrijden, 105 doelpunten. Dus de basis is hier bij deze club gelegd. Ja. Ja. Hoe vind je het om de mannen zo meteen weer te gaan zien? Ik ben ontzettend opgewonden daarover en ik kan niet wachten. Nou, zullen we naar binnen? Ja, is goed. We zijn bij drie van jouw oud-ploeggenoten alvast langs geweest. En ik wil even met je naar die filmpjes kijken. De eerste gaat over Kees, je boezemvriend van vroeger. Je hebt het net al even over hem gehad. Hebben jullie nog steeds veel contact? Als we elkaar zien, dan is het altijd goed. Soms zien we elkaar een half jaar niet, soms een jaar niet. Maar weet je, het is altijd goed. En dat is gewoon vriendschap voor het leven. Kees Crooswijk is trots op zijn stad Veenendaal. Crooswijk is als teammanager wijk- en stadbeheer nauw betrokken bij de vernieuwing van de binnenstad. Hij fietst er dan ook graag doorheen. Het is eigenlijk zo dat wij zeg maar met het team verantwoordelijk zijn voor de openbare ruimte. Wij leggen zeg maar de bestrating aan, wij doen aan het groen en ook zijn we betrokken bij de bebouwing, zeg maar. Ik ben super trots. Ik vind het, ten eerste vind ik het heel mooi. Ik vind het heel apart. En als je ook kijkt naar beneden en je ziet naar de hoogwaardige kwaliteit van de materialen, dan is dat zeg maar voor ons vak is dat smullen. En niet iedereen vanuit ons vak die mag met dit spul werken. De schapen en venen, dat hoort bij elkaar. He, als je hier om de hoek hebt, daar staat de Scheepjeshol. Daar heeft de Scheepjeshol voor gestaan. Dat is nu de Scheepjeshof, een winkelcentrum geworden. En om toch dat beeld weer terug te krijgen en die draad met het verleden vast te houden, ja, daarom zit het kunstwerkje van de schapen. Ja. Kijk, het is natuurlijk het centrum van een plaats. En als daar dan een heel winkelcentrum of een hele straat helemaal op zijn kop gaat met alles erop en eraan. En dat wordt dan een stukje bij uitgebreid. En dat mag je dan in deze stijl helpen maken. Ja, dat is natuurlijk, in ons vak is dat natuurlijk, zijn dat de krenten in de pap. Dan zie ik hier appartementen en eethuisjes, alles een beetje door elkaar. Wat zou een mooi appartement voor Gerdo zijn? Nou, als ik zo om me heen kijk, dan denk ik, en je zou bijna denken dat dat stukje nog voor hem gereserveerd is, daar helemaal links bovenaan. Zeg maar, het is helemaal midden in het centrum. En voor zover, van Gerdo kan je zonder meer zeggen dat hij graag in het centrum van de belangstelling staat. Dat hij ook nog steeds tot op zijn leeftijd van de dag van vandaag, dat hij toch ook wel ijdel is. En het lijkt me geweldig dat als hij dan 's ochtends opstaat, dat hij zo eventjes voor dat raam verschijnt en dat iedereen hem even kan zien. En dat hij zelf ook zo'n beetje de boel een beetje in de gaten kan houden. Ja, dat lijkt me echt iets voor Gerdo, ja. Het wordt verhuizen naar Veenendaal. Ja, ik hoor het, ja. Ja, je ziet het. Omschrijft hij je goed? Ja, ik hoor het liever van Kees dan iemand met volle verstand, zeg ik wel eens. Maar zo, dat is weer 1-1. Ja. Maar het is wel zo dat hij altijd wel houdt van een beetje uitdagen. Hij omschrijft het zoals hij het voelt en altijd gevoeld heeft. En voor een deel heeft hij daar ook wel gelijk in. Ik sta graag in het middelpunt van de belangstelling. Dus ik voel me helemaal in mijn element. Dit is dus de eerste keer voor mij dat ik hier kom. Überhaupt? Ja, echt. Maar ik heb hier echt naar uitgekeken. Oké, okay. Ja. Want dit is toch gewoon nostalgie? Ja, niet alleen voor jou, maar voor mij ook iedere keer weer. Ja? Ja, absoluut. Het is coming home, hè, zal ik maar zeggen. En ook als je dan in gedachten teruggaat naar de tijd dat het hier gewoon eigenlijk altijd wel vol zat.
Er stonden weliswaar hekken om het veld, maar het was allemaal zo kleinschalig hier zo bij Wageningen. Je kende ook bijna de mensen. Het waren gemiddeld misschien 6, 7 tot 10.000. Maar bij topwedstrijden tegen Cambuur thuis waren er 24.000. Dat kan je je niet voorstellen. Maar het dak is natuurlijk nu helemaal slecht. Maar toen zaten ze daar ook over de rand heen met de benen te bungelen. Ze zaten in de lichtmasten. Op de staantribune daar zaten ze bovenop. Het was echt een gigantische heksenketel. Wageningen was eerder in de eredivisie. Toen duurde het maar kort. Maar hield de ploeg er toch nog in ieder geval die aardige staantribune open daar aan de overzijde. Nu viert de ploeg gewoon feest. Met de ploeg die in de na-competitie het beste was. En hier vanavond tegen Cambuur geen problemen kende. We lopen, dat is wel toevallig, we lopen er bijna op de plek waar ik de breedtepaas van Oekie Hoekema onderschepte. En er waren twee verdedigers. Ik meen, een van hen was Schouwenaar. Ik maakte een soort schaar of wat ook. En de bal ging naar rechts. En van een meter of 10, 12, 13 joeg ik hem stijf in de kruising, onderkant lat. En dat was de 1-0 na 7 minuten. Balbehandeling en scoort! Hazel lekker! Ja, toen was de band gebroken, zoals dat zo mooi heet. En zijn we er verder overheen gewalst. Toen werd het 4-0. Ja, en ja, dan is Wageningen staat op zijn kop. Drive om meer te doen dan alleen maar voetballen. Dat was ook de reden, denk ik, waarom ik bij NEC niet zo aarde. En dat was niet de schuld van NEC van Wiel Curver. Dat was gewoon mijn manier van beleven van, en van leven. Het leven, ja, heel goed. Ja. Je had een combinatie nodig van ontspanning, het werk, ja, en gewoon de sport. Ja. En dat. Daarmee presteerde jij het beste. Ja, maar ook zeg maar dingen willen weten. Hè? Dus ik lees nog steeds veel. En dat is wel iets wat me bezighoudt. En dat vind ik heel belangrijk. Toen het natuurlijk failliet ging, het hek is dicht gedaan en er nooit meer iemand is terug geweest. Wat doet dat met jou als je het stadion zo ziet? Enorm jammer, hè? Zoals je ziet hoe het nu vervallen is, de tribune. Ik zei net gekscherend, het dak is open vandaag. Maar ja, het is wel erg jammer. Ik vind het wel fijn dat de hekken weg zijn. Dat het nu langzamerhand een beetje van iedereen is. Mensen komen uit heel het land nog af en toe gewoon om hier even weer de sfeer te snuiven. En een beetje te mijmeren, yeah, hoe het was. En ja, als er af en toe een wedstrijd gespeeld wordt. Nou ja, dan wordt het stadion nog weer eer aangedaan, zou je kunnen zeggen. Zoals jullie twee weken geleden. Zoals we met ballen. Oud-Wageningen tegen Oud-Vitesse. Ja, ja. En dan komt het weer helemaal terug. Dan komt het weer helemaal terug. En ook de supporters die met tranen in de ogen weer tegen hun kinderen zeiden. Kijk, ja? hier stond papa vroeger altijd op die plek. En dan gingen ze erheen. Ja, dat was gewoon weer hartstikke leuk. Het tweede filmpje gaat over Tony. Wat voor een persoonlijkheid was dat? Dat was de keeper. En die, als ik me goed herinner, was die wat kleiner dan wij. En speciaal met de hoge ballen werd hij daar wel eens mee gepest. Ik kan hem alleen maar herinneren als echt een hele positief ingestelde en sympathieke jongen. Maar hij is nog steeds betrokken echt bij het voetbal, okay, maar dan vooral met zijn stem. Oh? U bent getuige bij de voetbalwedstrijd van FC Wageningen. Gerdo Hazelekke staat hier in de voorhoede. En u ziet hier dat hij aangespeeld wordt. En Gerdo gaat alleen op de keeper af. En hij schiet en het is een goal. Net zoals vroeger bij voetbalvereniging Ede in het selectieelftal. Toen kon hij dat toch zo makkelijk. Tony Muller is nog steeds met voetbal bezig als omroeper bij de voetbalvereniging Veenendaal. Tony denkt met veel plezier terug aan de voetbaltijd met Gerdo. Advies geven aan medespelers, de bal vragen, constant roepen, kom op met die bal. En de meeste jongens wisten wel als ze een bal hoog gaven, dan stond hij er. En dan was het met de kop knikken en het was raak. 9 van de 10 keer was het inderdaad raak.
hard werken en niet heel erg goed tegen het feit kunnen dat wanneer de bal afgenomen werd. Dat vond hij niet zo leuk. Maar dat neemt niet weg, dus hij kon toch heel makkelijk scoren. En dat was het belangrijkste voor ons elftal. Hij was erg fanatiek, zeker weten. Ja, erg fanatiek. Maar op een sportieve manier, dat wel. Dus hij wou winnen? Ja, hij wou zeker winnen. En dat lukte nog wel vaak, hoor. Want wij hadden een heel goed elftal. Het hele elftal draaide altijd lekker. En daardoor hebben we dus ook diverse punten gehaald. En zijn we ook kampioen geworden van de hoogste klasse van amateur. Ja. Mede namens waarschijnlijk alle jongens wel van het elftal wil ik jou hartelijk danken voor hetgeen wat jij bij ons gepresteerd hebt. Je weet, tijdens de wedstrijden heb je diverse doelpunten gemaakt wat ons naar overwinningen heeft geholpen. Mede daarom zijn we grote vrienden geworden. En ik ben zo blij dat wij nu met z'n allen hier bij elkaar kunnen zijn om dit te vieren. Zo, dat doet me goed. Echt leuk. Ja, dat zijn mooie woorden. Dat zijn hele mooie woorden. En ook van Ton, om het ook van Ton te horen, dat doet me heel erg goed. Ja, absoluut. Want? Nou, hij is, ik zei net al, hij is niet alleen een hele aardige vriend, maar het is ook een hele goede persoonlijkheid. Nou, oké, dat je een beetje ijdel van wordt, ja, dat is misschien mensen eigen, maar... Het is gewoon een bevestiging van hetgeen hij dus over je vindt. En dat vind ik wel heel bijzonder. Heel fijn om te horen. En als je dat niet genoeg bent, niet genoeg doet, dan ben je niet fit genoeg. Goal! Yeah! Hartstikke goed, je hebt talent, joh. Ja. Je moet op een club gaan. Zo, even bijkomen. Ja. Jouw ouders waren jouw grootste fans tijdens jouw voetbalcarrière. Dan heb ik vanmorgen in Hartgras een ontroerend verhaal gelezen over jouw familiegeschiedenis. Want even een klein beetje inleiden. Jouw moeder Antonia werd... in haar jeugd verliefd op Jan de Vries. Uiteindelijk raakte ze zwanger, maar hij had een ander geloof. En dat werd niet geaccepteerd door de familie, dus werd ze naar de nonnen gestuurd. Daar is ze bevallen van jou. Jij ging naar een weeshuis. Uiteindelijk kon ze dat niet verkroppen. Is ze vrijwilligerswerk gaan doen in het weeshuis. Werd verliefd op Harm Hazelhekke. Ja. En hij heeft uiteindelijk tegen haar gezegd van we komen er wel uit. Ik word zijn vader en we gaan samen gelukkig worden. Ja. Lange tijd hebben ze jou dat niet verteld. Dat jij een andere biologische vader hebt gehad. En je bent er uiteindelijk achtergekomen door een oom die jou heeft gebeld. Hoe oud was je toen? Ik was toen 22, 23 zo ongeveer. En toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heeft hij me verteld dat het eigenlijk... anders zat zoals ik dacht dat het was. En dat was natuurlijk best heel erg heftig. En omdat in die tijd zowel mijn ouders als zij met elkaar gebrouilleerd waren, zoals dat zo mooi heet, had ik daar bepaalde gedachten over van nou ja, je zegt dat wel, maar dat is toch niet waar. Maar het gaat wel in je hoofd zitten. En toen jaren later mijn moeder het toch wel wilde vertellen. Toen kreeg ze daar zeg maar een soort oneenigheid, kwestie heb ik het genoemd, zoals het dan toen genoemd werd, met mijn vader over. En hoeveel jaar zat daar tussen? Tussen dat je het van je oom hebt gehoord en uiteindelijk van je moeder? Daar zat... een jaar of 30 zat daartussen. Want je hebt nooit, toen jij van je oom terugkwam, het verhaal geverifieerd bij je ouders. Waarom heb je dat niet gedaan? En ik wilde mijn ouders daar gewoon niet mee confronteren. Daarvoor hield ik te veel van ze. Ergens wilde jij ze beschermen, maar dat hebben ze natuurlijk ook
Bij jou gedaan, ja. door het je niet te vertellen. Dus ik heb het hen ook nooit kwalijk genomen. Absoluut niet. Ik vind het wel jammer dat ik, zoals het dus nu blijkt, dat ik dus een halfbroer blijkt te hebben en twee halfzussen, dat we niet gezamenlijke jeugd hebben kunnen doorbrengen. Dat vind ik wel jammer. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your face, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. Even terug naar dat moment dat jouw moeder het uiteindelijk aan jou heeft verteld. Daar was jouw vader niet bij. Nee. Waarom niet? Hij kon dat niet aan. Hij wilde dat ook nog steeds niet. Hij wilde, denk ik, het geheim in zijn graf meenemen. Want veranderde er voor jou iets ten opzichte van jouw vader, Harm Hazelhekke? Het enige wat er veranderd zou kunnen zijn, is dat ik nog trotser op hem was. Dat hij mij, geëcht heeft. En als een zoon heeft doen opgroeien en, ja, nogmaals, ik had geen betere vader kunnen hebben. Ik had ook geen betere moeder kunnen hebben. Dus ik ben alleen maar blij omdat het zo gegaan is allemaal. En wel jammer dat het zo laat is verteld. Maar goed, ik zal hen dat nooit kwalijk nemen. Dat heb ik ook nooit gedaan. En, het heeft zo moeten zijn. Want ergens hebben jullie allemaal uit bescherming voor de ander jullie mond gehouden. Maar de kern van de zaak is natuurlijk dat vanuit liefde is gebeurd. Absoluut. En vanuit houden van. Dat zeg je heel goed. En zo heb ik het ook ervaren. En ik zal mijn mening daarover ook nooit veranderen. En het is een heel waar woord wat je zegt. Het is allemaal uit liefde gedaan. En een stukje protectie. En ja, ook daarvan is het van, je kan het niet meer terugdraaien. Je moet het accepteren zoals het is. En het beste ervan inzien. En dat doe ik dus dan ook. To make you feel my love. Het laatste filmpje gaat over Joop, een bezig baasje. Hij had op de foto die mooie mascotte in zijn handen. En raad eens wat hij nu bouwt. Poppenhuizen, onder andere. Hè? Ja, kijk maar even mee. Ik ben nou eenmaal een bezige bij. Als ik stil zit, dan ga ik gewoon iets zoeken om te doen. Joop Braber was in zijn werkzame leven als installateur een bezig baasje. Ook na zijn pensioen bleek stilzitten niks voor Joop. Hij legde zich toe op het maken van poppenhuizen, Tiffany-lampen en modelvliegtuigen. Ja, ik moet gewoon wat te doen hebben. Dat stilzitten, dat is een ramp. Daar kan ik, als ik de krant zit te lezen wel. Maar als ik die uit heb, dan puzzel ik meestal even de puzzel maken. En dan komt het alweer van, wat zal ik nou eens gaan doen? Het is een Duits vliegtuig. Dat begon was ook een Duitse vliegenier. Die in de Eerste Wereldoorlog toch heel veel angst inboezemde bij de geallieerden. Want ik weet niet hoeveel vliegtuigen die naar beneden geschoten heeft. Maar het zijn er verschrikkelijk veel. Je mag er gewoon mee vliegen, maar er zijn maar een beperkt aantal plaatsen waar je mag vliegen. Want omdat het radiografisch bestuurbaar is, kun je dus vliegverkeer storen. We hadden vroeger in Ede, toen ik het nog deed, heb je de Ginkelse Heide. En daar hadden we een eigen vliegveld. Maar toen besloot Defensie om daar te gaan oefenen met helikopters. En toen mochten wij er niet meer vliegen. Joop heeft iets met poppen. Het bouwen van poppenhuizen is een hobby. En vroeger bij het voetbal nam hij altijd de mascotte mee. Stonden we dan met die 11 jongetjes. Want je bent nog maar jongetjes op dat moment natuurlijk. Dit was zo schitterend jaar. Je laatste jaar in de jeugd. Je sluit een periode af. En als je dat dan zo doet. En het was buiten een goed elftal. Het was ook een echt vriendenploeg.
valt niet veel meer aan toe te voegen eigenlijk. Want dat was het ook. Ik zie af en toe nog een paar van de jongens. En net wat ik dan met Kees heb, is het ook met de andere jongens. Het is zeer goed. Je hebt samen dezelfde successen behaald. Clubgenoten! Ja, hier is hij hoor. Hartstikke goed. Hallo Reus. Ik ken hem wel, hè? Ja, alles goed? Mooie woorden. Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Het is terecht. Ja, ik meen het. Hartstikke goed. Ja? Okay. Super om weer te zien. Ja, we zien elkaar wel vaker, maar toch fijn dat je er bent. Ja, oké. Gerro, weet je nog? Walter. Ja. Hey, hoe is het met jou, man? Ja? Godzijdank, wat een poos geleden. Nou, zeg. Goed je te zien, man. Ja. Super dat jullie er allemaal zijn. Die kennen elkaar allemaal nog. Bedankt ook voor jouw mooie woorden. Ja, ik heb ze zo mooi mogelijk uitgesproken. Ja. Ik dacht, ik ga ook weer niet overdrijven. Nee, dat heb je zeker niet gedaan. Ja, wij kwamen elkaar nog eens in de winkel tegen. Ja, absoluut. Maar weer ook niet. Leuk op het filmpje te zien. Dat je allemaal hebt gezien. Hartstikke goed. Waarom ben je niet? Nou, ik zit de hele tijd lint te houden, man. Hey, Chetto. Hoe is het met jou? Mijn best. Ja? Goed zo, jongen. Hartstikke goed dat je er bent. Ja, wij zien elkaar wel vaker. Maar toch super dat je er bent. Moet je nostalgie houden, hè? Ja. Goed, jongens. Wel leuk, hè? Wauw. Ja. Mannen. Ja. Hallo. Wat een warm weerzien, hè? Ja. Ja. Ja, ik ga hier niet staan zitten janken. Ik vind het geweldig dat... ik krijg er ook een kippenvel van. Geweldig dat de jongens allemaal gekomen zijn. En je doet niet alleen hen, maar ook mij vooral een ontzettend plezier mee. Ik vind het een geweldig initiatief. Het is toch weer heel leuk om al die mannen te zien. Als ik dan ziet zoals vanavond, die jongens zijn enthousiast allemaal. Mooi kan niet. En dan zag je eerst Jopie Muller, hè. Dat was een lange, slanke, grote verdediger. En dan zie je hem nu helemaal ingezakt, zeg maar. En dat is zo'n mooi gezicht om dat allemaal te zien bij al die mannen. En zo kijken ze ook naar mij, hoor. Dus er zal geen verschil zijn. Heel leuk, ja. Ik heb sommige mensen 40 jaar niet gezien. En dan sta je te kijken van, is het nou, is het nou niet? Ja, ik vond dit een heel leuk initiatief, ja. Het is heel gezellig, ja. Ik ben ook heel graag gekomen vanavond, eerlijk gezegd, ja. Je is altijd dezelfde gebleven, enthousiast. Altijd positief. Altijd goed voor gesprek. Ik hoor al dat er afspraken gemaakt worden om dingen samen te gaan doen. Dus dat gaat gewoon gebeuren. Nou, die speelde ook. Zijnkes. Ja, dat is Oskar. Dat leeft van Dijk, maar die leeft ook niet meer. Ga je nou maar proosten, Bob? Wil je nog wat zeggen? Nou, dan moet je nog niet vragen, hoor. Je wil altijd wat zeggen. Nou, kijk, dus, Kees, hè, dus, ja, ik begrijp nog steeds niet dat we nog bevriend zijn, maar. In elk geval is het zo dat. Ik vind het een fantastisch initiatief, nogmaals van Omroep Gelderland. Maar ook het feit dat de jongens allemaal de moeite hebben genomen om hier toe te komen. Er zijn ook aardige woorden gezegd, waarvoor dank nogmaals. Maar het is geweldig om jullie allemaal weer te zien. We gaan er nog een gezellige avond maken. En het motto is op de toekomst, zou ik gaan zeggen. Goede gezondheid. Ja. Mannen, mag ik heel even jullie aandacht? We willen graag deze fantastische avond even vastleggen. Hallo, ja. Dus deze mooie foto willen we bijna 50 jaar later even opnieuw maken. Dus ik wil jullie vragen om met mij mee naar buiten te komen. Op dezelfde plek. Op dezelfde plek, ja. En dan mag Gerda voor me regelen. Ja, dat is wel mijn eigen. 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 Ja, dat is wel mij
Clubgenoten, zijn we er klaar voor? 1, 2, 3, komt-ie! Are you there, Eugene? I said hello. Jullie mogen staan. Ja, gelukt. Tot zover deze prachtige reunie weer van VV Ede. Wat zullen die mannen nog een fijne avond hebben. Volgende week ga ik ook weer iets heel aparts doen. Namelijk speed waterskiën met Jolanda Bonestro. Zij werd er maar liefst 4 keer Europees kampioen in. Ze komt uit Harderwijk. Het grappige is, ze geeft me nog regelmatig les op mijn sportschool. Speed waterskiën. Terwijl het nu steeds kouder wordt. Moet er nog niet aan denken. Eerst maar even gezellig met deze man een drankje drinken. Oké, heren, we mogen aan bier. Ja, bier.